Oké, jongens en misschien zelfs al meisjes. Welkom terug. We zijn terug bij Game Dev Tycoons. We hebben net een verschrikkelijk groot succes gehad met Agent Jim Sectie 9. Let hier maar niet op. En we gaan eens kijken hoe het gedaan is. We hebben sowieso genoeg geld om onze Jennifer te kunnen updaten naar een design expert. En we gaan sowieso iedereen wel even een rondje updaten. We hebben een boost klaar liggen en daarna gaan we kijken of we weer een nieuwe sequel kunnen gaan maken. In ieder geval, de weg ligt open. De road is clear. We gaan zo meteen ook weer geavanceerde researchen. Nou, en ook Deer Hunter 1 was gewoon een succes. Mooi. Ja, oké, dat komt vanzelf wel. Ze moeten vanzelf nog wel een beetje in het team komen. Kijk eens, 33 miljoen. Wat zei ik ook alweer? Wat was het? Iets in de 20 miljoen dat we gingen halen. Vandaar, we hebben genoeg tijd. We hebben genoeg geld. Nou, oké. Hier gaan we zeker ook nog wel een vervolg op maken. Niet nu natuurlijk. Maar in ieder geval gaan we jou een design specialist maken. Oh. We hebben geen research points. Oh. We kunnen wel twee mensen in ieder geval boost geven. Waar ik niet bij stilgestaan. Hebben we iets te researchen? Simple body language. Kunnen we researchen? Oké, doe het maar. En daarna maken we even snel een nieuwe engine. En dan gaan we een vervolg maken. Oké, go. En jij... Train. Kijk, jou wilde ik dus boosten. Maar nu heb ik dus geen research points. Kreeg ik ook alweer. Oké, gaan jullie maar iets tussendoor doen. Ja, dit is natuurlijk zo gedaan. Dit is wat beter. Al hebben we het geld natuurlijk niet nodig. We gaan zeker de boost niet gebruiken. Nou, oké. Gaan we gewoon de sequel maken? Tuurlijk. En daarna hebben we waarschijnlijk wel genoeg research points. We kunnen ook de engine nu maken. Dan hebben we sowieso research points. Ja, laten we dat doen. We gaan even snel de engine maken. DKRUS 2. Dan blijven we eens een keer ergens bij een naam. 3D Graphics versie 4. En de rest zetten we gewoon ook aan. We hebben genoeg geld. En we hebben research points nodig. Op zich kunnen we mono sound wel uitlaten. Kijk, dat spaart dan ook weer, weet je. Kijk, op een gegeven moment heb je sommige dingen niet meer nodig. Eens even kijken. Zit er iets tussen waar we... Nee. Kijk, dit kan je er bijvoorbeeld... Misschien willen we ooit nog eens een keertje iets... Je gaat toch geen VS2 gebruiken? Ja. Maken we het wel moeilijk voor toekomstige developers, maar oké. Die misschien van onze engine gebruik willen maken. Dit gaat nou ook zo snel. Uiteindelijk zijn we dus op 40 miljoen blijven steken, holy fuck. Nice. Hey, oké. Nu hebben we dus... Nee, hoe deden we dat ook weer? Oké. Nou, het is slim om vanaf 250k fans eigen grote games te gaan maken. Maar ik denk, we kunnen het wel. Kijk maar wat voor succes we hebben gehad. We gaan een sequel maken en ik weet eigenlijk al van welke. De Genesis, want simulation, strategy games zijn populair. We hebben een 9.75 gehaald, dus tja. Gewoon doen. Nou, wat is het tweede hoofdstuk? Exodus. Evolution Research, die Pick Platform, voor de PC natuurlijk. Onze gloednieuwe game engine. En ja, dit is natuurlijk een uitbreiding. De Exodus wil zeggen, je kan er dus ook andere planeten gaan verkennen en daar evolutie op toepassen. En er zijn gewoon veel meer knopjes om in te drukken. Next. Uiteraard onze gloednieuwe graphics. Start development. Boost! Boost! Ah. Oh, en iedereen doet collectief krabben, geloof ik. Oké. Story quest is niet echt belangrijk. Volgens mij zitten we zo goed. Achievements willen we ook wel... Kan dit? Ah, cool. Als we het af kunnen passen is natuurlijk mooi. Dit moet sowieso, de engine doe ik sowieso 100%. En gameplay doen we de skill. Doen we het zo wel. Goed. Kyle. Ja, Jennifer zal niet zoveel te doen hebben nu. Zullen we gewoon een large boot doen? Fuck it. Ja joh. Kijk hoeveel. Ik gok... Zeker 300.000. Ja, tuurlijk. Laten we gewoon modders zijn. Waarom niet? Elke keer als we het hypen, dan gaat het mis. Dus... Laat de hype gewoon zijn werk doen. Maar dat betekent niet dat we het niet kunnen helpen. En zo meteen gaat iedereen met vakantie. Mooi. Oké. AI mag. Dat was hem doen. Kom Jennifer. Oh wacht. Cool. Er is weer een nieuwe update voor de demo. Choose. Nee, we gingen dus een apart research gebied unlocken. Ik moet even opzoeken hoe ik dat ook weer deed. Oké, ik zei 300k. Kom op. Fans. En mooie hype voor de Exodus trouwens. Oeh. Kijk, dat is fijn. Ik denk dat we onder de top 100 staan. Ah, mooi. Kijk, mooie hype. Oh, goede tijden. Sound kan wel naar beneden. We hebben geen soundtrack nodig. Surround sound. Nee. We willen een economie. Als ze heeft het te druk. Carl? Ik? Zo werkt het. Oké. Nee, want we hadden dus een speciaal research gedeelte, maar ik moet dus even opzoeken waar ik dat unlock. Oh, eerst moet zij design specifiek worden. Laat maar, ik dacht dat we het al gedaan hadden. Ik ben in de war. Hoho, massive hype. Nee. Maar uiteindelijk wil ik dus als snelste een MMO unlocken om jullie te laten zien wat dat nou doet. Ja, oké, cool. Wedden, daar komt een update voor. Daar zullen we een update voor moeten releasen als we met een gym game bezig zijn. Just saying it. Nee, maar de power van een MMO dus zorgt ervoor dat je op een gegeven moment honderden miljoenen hebt. En dat werkt wel lekker. Zoals je hopelijk kan begrijpen. Release! Ja, oké. Iedereen op vakantie. Wat wordt het? Ah, mooi. Mooi, 10. Ah, het wordt niet zo'n groot succes als het origineel dus. Maar met de hype erbij en achter. Oké. Kijk, jullie begrijpen het. Oké, wat gaan wij doen? Kunnen we iets trainen? Of kunnen we iets researchen, bedoel ik? We gaan gewoon een government researchen. En wat verdienen we? Oké, 6 miljoen is... Oké. De Exploding Barrels. Ja hoor. We gaan wel kijken. Het is me eigenlijk nog nooit gelukt om ze ergens goed in te passen. Ik doe het kennelijk altijd fout. Ik zou zeggen in shooters waar de red barrels exploden of... We zien wel. We staan hiervoor op rank 10. Jammer. En we zijn niet eens meer blij met platinum status. Ah, verwend. Kijk dit. Kijk. We hebben toch 50k. 50 miljoen. Hoeveel kosten het nou om jou te laten? 100 research points. Start trading. Mooi. Even wat tussendoor. Staat er niks groots bij? Nee. Hop. Nou, dat is iets te snel. Doe deze er maar bij dan. Yay, let's do it! Uiteraard. Oké, we kunnen nog geen MMO's researchen. Misschien moeten we eerst internet opportunities doen. Nou, hoe dit dus werkt. We zullen eerst eventjes een nieuw spel instarten, dat we daar ondertussen aan kunnen werken. Uiteraard SQL. Wauw, we hebben ook best wel wat slechte games gehad. Ja, we hebben een simulation game gehad. Het blijft niet zo heel veel over. Adventure action, ja, oké. Kunnen naar dat side guys, die gaan we natuurlijk anders noemen. No Shinji. Oh. Action Adventure. En die gaan we natuurlijk... Ja, PlayStation heeft wel mijn voorkeur. Met de nieuwe engine. Doe het. Kijk, dit is dan weer van, als je een ninja game maakt, kun je die Red Exploding Barrels kun je er best leuk in verwerken. Zelfs als je een stealth game maakt. Dus, nou ja, goed. Maar als ik ze hier selecteer, denk ik dat ik slechte resultaten krijg. We gaan het gewoon proberen. Voor een action adventure. Je zou zeggen action, go. Boost. Boost. Gameplay is volgens mij best wel belangrijk. Geen achievements dan. Ja, het is geen RPG, het is een adventure action, dus. Vooruit dan. Is toch wel leuk als mensen je spel kunnen modden. Alles. Een gameplay iets hoger. Oké. Story Jennifer, gameplay Kyle. Goed. Engine Sawyer. Ja. Nou, dit is dus de R&D lab. En je leest het al. Je kan met de slider kan je zeggen hoeveel per maand je uit wil geven. En dat, ja, dat is dus best wel, inderdaad, dat is dus best wel duur. We gaan even kijken hoeveel. Want je kan dus 3 miljoen per maand geven. En dat is best wel veel. Dus we beginnen met 1,5 miljoen per maand. Nou, wat kunnen we daar nou mee? Start project. Je hebt verschillende... dingen die je kan unlocken. AAA games is natuurlijk van, wow, dat zijn de grote jongens. Je kan je eigen hardware gaan ontwikkelen, dus je eigen consoles. En internet opportunities, want internet is natuurlijk net ontdekt. En wauw, wat is dit? Iedereen kan met elkaar spelen. Daar gaan we als eerste in verkennen. En nou, je ziet hoe snel het gaat. Ik denk dat we eigenlijk ook wel gewoon 3 miljoen kunnen doen. Dit is hetgene wat we willen doen, dus go. Level design is minder belangrijk, dialoog is belangrijk, AI is minder belangrijk. Zo. Jennifer heeft te veel. Het overste dialogues. Loading, level design. Oké. Dus Great Things Await van het internet. Volgens mij is het volgende hierna de MMO. En uiteindelijk krijg je hier dus nog een hardware lab. Maar dat is dus weer met een technological specialist. Volgens mij zitten we zo wel goed, maar wij hebben te veel werk. Jammer dan. Oké, ports kunnen we maken. Jee, laten we de console ports bewust slechter maken dan de PC-versie. Ah, ik weet niet, hardware en zo hè. Oh no, get rid of the bugs. Yo. Steam, here we come. Oké. Ja. Sowieso een moos, maar dat kost denk ik 2000. Even kijken. Safety route. Ah, oké. Cool. Supergoed. Gaan we een gym MMO maken. De tijd is daar. De tijd is daar. En volgens mij weer een design record. Ja joh. Lightspeed. Bam. Misschien komen we op de beurs staan voor de recensie. Misschien daarna. Ik weet het niet. Ik hoop dat we de hype nog kunnen pakken. Want uiteraard zijn we dat weer vergeten. Geen record. Oh, goed. Oké. Ga jij dat maar researchen? Oh. Ja, want ik wil... Kijk, dat is het punt. Go. Ik wil iedereen een beetje op 500 krijgen, want dan kunnen ze allemaal dus een boost nemen en dat is wel handig. Here we go! Nee! Oh, oh, waarom? Nou, dat moeten we dan weer analyseren. Het is wel oplopend, het is wel oplopend. Kijk, dus als dit nou weer 9 is, dan... het is wel all over the board. Oké, misschien 10 miljoen. Misschien 15, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik kan verwachten. 10 miljoen is niet echt heel veel. Oké. Vind ik ook. Oké. Kijk, zie je? Dat bedoel ik. Ik kan het gewoon niet goed doen. Je kan het gewoon niet goed doen. Vorige keer hadden we een 500.000. Ik denk dat we er overheen komen. 600. 600.000. Kom op. Oh, mooi. Top 30. Ah, toch niet. Oké, nou ja, goed dan. Wat wordt het volgende? Misschien zit er nog een leuke publishing deal tussen. Hunting any genre, cool, waarom niet? Kunnen we een vervolg maken op Deer Hunter zonder het een vervolg te noemen? Orc Hunter. Action Casual? Ik weet niet of dat werkt. We hebben net een action adventure gemaakt. Misschien moeten we wat anders doen. En eigenlijk wil ik het ook zelf uitbrengen, want waarom niet? Willen we een vervolg maken op Deer Hunter? Of willen we wat anders spotlights geven? Doen we een way back? Vooruit, we doen een way back met City Simulation. After Earth. Wat kunnen we hier gaan maken? After Earth is natuurlijk dat... ik zit aan 40k te denken. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Warhammer, maar ik vind het een beetje cheesy om dan alles 40k te noemen. Beyond... Volgens mij maak ik hier een spelfout. Zo. Maar het is nog steeds een city simulation. Misschien moeten we er een government simulation over maken. We kunnen een nieuw spel. We maken er een nieuwe variant op. Ja, government simulation. Go, Beyond Soul, go. Wel voor de PC dan? Met de nieuwe engine. Hey ho. Jullie moeten me opschieten. Zijn boosters natuurlijk nog niet gecharged. Dat hebben we niet nodig. Engine. Zo. Ja joh, liever achievements. Maar ik weet niet of jullie wel spelletjes hebben gespeeld als een government simulation. Er was lang geleden was er een bepaald spel. En dat ging over een beetje een soort Sovjet-tijd in Oost-Europa. Vergeef me, ik weet niet meer hoe het heette, maar superleuk spel, superleuk concept. Je hebt natuurlijk ook recenter het spel met alle bolletjes. De naam is mij ontschoten. Maar ja, daar zie je natuurlijk ook in dat, ja, wat is het besturen van, wat is het hebben van de government? Nou, het een heeft met het ander te maken. En als dat een beetje leuk is uitgewerkt, vind ik dat je een heel leuk spel kan creëren daarmee. Dialogen zijn niet echt belangrijk. Kijk, het duurt toch wel significant langer voordat de MMO is uitgeresearched. Maar we komen er wel. We hebben 3 miljoen per maand. We zijn er sowieso. Ja. Laten we niet Jennifer de sound doen. Oké, denk ik. Boost, boost, boost. Alle bolletjes. En hopelijk kunnen we als volgende spel dan een MMO uit gaan brengen. Anders moeten we maar even wachten. We hebben genoeg research points om ons bezig te houden, dus... Ja, 10 miljoen. Hey, gelukkig. We kunnen iedereen met vakantie sturen. Mooi. Wegwezen. Ah, mooi. Oh. Die was goed voor ons. Oké, dan weten we waar we onze research points aan uit kunnen gaan geven. In plaats van een training. Fuck. Nee. Oké, goede tijden. Ja, mooi. Gelukkig. Dan doen we de simulation community weer een mooi plezier. Met het spel. Kicken. Yes. En dan hebben we gelijk weer budsgeld dat we onze R&D op peil kunnen houden. Fijn. Nou, sturen we jou nog even op vakantie en wij weten wat wij gaan doen. We gaan even snel nog wat researchen. Zometeen zal die unlock zijn. Yes, mooi. Het valt allemaal bij elkaar. Mooi. Eigenlijk wil ik deze wel even doen. Want die is gewoon heel goed. Ja, want MMO dat is toch weer een ding waar we weer in een nieuwe engine moeten proppen. En... we hebben gewoon meer geld nodig. Maar dit komt helemaal goed nu. Oh. Ja, veel meer. Oh ja. Oké. Kunnen we nog iets? Nee. Nee. We zullen even op mij moeten wachten en de research. Daarna zullen we een nieuwe engine moeten maken en dan kunnen we een MMO maken. Pardon. Oké, contract work dan. We zijn niet snel genoeg in. Kijk. Dus het is nog best wel riskant ook. We gaan het gewoon doen. Want ik denk dat als we één goede MMO kunnen maken, dat we er zijn. Want je kan dus expansions uitbrengen op je MMO, dat je het relevant houdt. Nou, kijk maar naar WoW. Halen, wat halen, wat halen, halen. Oh. Helaas. Maar we hebben wel weer ook de nieuwe graphics. Mooi. Hey. Waar is de MMO? Knop. Vreemd. Wat je nu dus hebt, we hebben geen project gedaan en nu draagt het R&D lab dus bij aan R&D points. Maar zijn we dus iets vergeten? Ik wil in ieder geval nou Conan Grid researchen, dan kunnen we Steam de loef afsteken. Moeten we iets trainen? Nee toch? Kunnen hard trainen. Oké, iedereen een boost. Mooi. Ik ook? Nee, want ik ben... ik ben het slechtste van het team. Ik ben all-rounded, dat is het gewoon. Nou, wat suf dat ik het nou niet kan vinden, joh. Nou, dan ga ik zo even achteraan. Ja, ik ga er even achteraan. Jongens, tot zo. Ik zie jullie later. Dit heb in ieder geval ook weer goed geld verdiend. Maar misschien dat we het R&D Lab even naar beneden bij moeten zetten, want we zitten nog niet over de 50 miljoen en dat is toch wel een beetje een lekkere buffer om te hebben. Het is nou niet dat we dit zo hard nodig hebben. We moeten ook alweer een nieuwe engine maken en dat kost ook weer geld. Ja, jongens, ik zie jullie graag in de volgende episode. We zijn heel dicht bij de MMO's en de volgende keer gaan we het zeker meemaken. Tot ziens, laters.